Hallo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Ik heb net boodschappen gedaan. Ik laat het even zien, maar echt minimale boodschappen. Want ik heb boodschappen voor morgen besteld. Dus morgen komen heel veel boodschappen binnen. Dus hier binnen ook echt knijtertje warm. Ik heb hem nog steeds gewoon heel netjes ingepakt. Ik merkte wel vandaag bij het insmeren dat hij echt al helemaal krokant aan het worden is. Dus dat, goed verhaal. Maar ik vind het eigenlijk heel irritant. Maar hij zei 3 dagen, 3 nachten. Ik haal maar af. Ik doe wel zometeen. Zometeen doe ik wel even goed insmeren. Want ik heb een crème gehaald. Die ik echt moest hebben. Ik had het zeg maar met zo'n andere zalf ingesmeerd. Ook parfumvrij en alles. Hè. Voor extreem gevoelige huid enzovoort enzovoort enzovoort. Maar omdat hij Bepanthen had aangeraden, dacht ik, ja, dan moet ik dat eigenlijk wel halen. Oh, het is helemaal niet ingetrokken. Oké, ik laat even de boodschappen zien. Nadelijk om zo trouwens. Ik heb 2 verpakkingen surimi, want ik ga een Russische surimi salade maken. Echt van hoe ik het vroeger eigenlijk altijd had. Mais heb je daarvoor nodig. En dit is 3 plus 1. Dus ik heb gewoon 4 verpakkingen mais gekocht. En rijst. Want het is een rijstsalade. Mayo heb je nodig. Ik heb deze maar gekocht. Komkommer. Ik heb er 2. Want ik vind het gewoon lekker als er gewoon lekker veel van alles in zit. En Bepanthen. En dat was het. Maar dat is dus alles wat je nodig hebt. En zout. En peper of zo. Wat je lekker vindt. Kijk, ik vind zwarte peper heb ik eigenlijk nooit in mijn huis. Want ik vind dat echt niet te vreten. Heel veel mensen zeggen, oh, maar dat proef je toch helemaal niet? Jawel, je proeft het wel. Waarom zou je dat anders over je eten doen? Maar goed, ik ga nu de hele verpakking ga ik gewoon koken. Want dan hebben we ook nog morgen eten, eventueel, of vandaag de hele avond. Ik weet ook niet hoeveel trek Naad heeft. Want die komt er zo aan. Volgens mij is ze aardig brak. Dus rijst eten is dan sowieso echt super. En dan terwijl rijst kookt, moet je gewoon de rest snijden en doen. Oké, ik heb hier surimi en komkommer gesneden. 2 pakjes surimi, 1 komkommer. Ik denk dat 1 komkommer toch wel genoeg is. En het is natuurlijk een koude salade. Dus vandaar dat je me net zag rijst omspoelen met koud water. Dus dat doe ik er nu bij in. Dit is nog niet alles. En dan doe ik ook mais erin. En dan ga ik mayo in doen, zout en dan ga ik het allemaal roeren. Mijn camera is leeg, maar gelukkig heb ik er nog één. Oh my god, yes. Mijn salade is klaar. Ik zal het even aan jullie presenteren. Oh, ik heb hier zo'n zin in. Kijk hoe trots ik ben op mijn salade. Nou, dit is echt heerlijk, vriendinnen. Dit is echt genieten. Dit is hoe het eruit ziet. Uiteindelijk zit er 1,5 komkommer in. 3 verpakkingen mais. 2 verpakkingen surimi. En 400 gram rijst ongeveer. En mayo en zout. En dit is... Delicious! Nathalie is in the house! Joe! Ze heeft het gered. Yes, yeah. En Nathalie, die wil graag mijn tattoo zien. Ja. En net als bij iedereen ga ik dus de reveal doen. Maar Nat, jij hebt hem natuurlijk al op foto's en zo gezien en ja, op video's. Ja. Ja, staat ook natuurlijk al op Insta. Ja, maar ja, wacht. In het echte leven is het toch anders. Ja, klopt. Wat voor tattoo had je verwacht dat ik ging doen eigenlijk? Ja, ik had gewoon een kleine tattoo.
Ja, het is vrij maar, groot. Ja. Je bent zo'n klein meisje, maar nu heb je groot. Dan denk ik, jee, wat een stoer lief. Maar ja, ik heb toch helemaal niks verteld over het ontwerp, of wel? Jawel, dat ik had wel gezegd, het is minder. Ja. Ja, en ook dat je het half om half zou doen. Oh ja, ja, ja. Dus jij was eigenlijk wel het meeste van alles. Ja. Ja. Oké. Okay. Daar komt ie! Oh my god, maar hij is zo mooi. Oh wauw, en een mooie kleur ook. Ja, heel mooi. Oh my god, zo'n stoer wiggie. Ja, maar ik vind hem zo mooi bij je arm staan. Ja, het is echt, ik vind het zo bizar. Ja. Ik heb ook echt 3 keer avondeten gegeven vandaag. En 3 bakken van die rijst wat ik net liet zien. En ik kan niet meer. Maar draait het om. Gaan we eens even naar die ding doen. Ja, het is zo vet. Ja, het is zo vet. Ik moet zo wennen. Ik ken je natuurlijk zo lang. En nu heb je een beetje dat. Ik vind het ook zo raar. Maar het staat je echt heel goed. Ja. Ja, dus ik vind het heel bizar wat hier gebeurt. Ja, maar het hoort gewoon bij jou. Nu al? Ja. Ja, hè? Ja. Maar ik weet niet, heel veel mensen... Ja, dit vind ik ook gruwelijk. Ja, en ook gewoon als... foto's ook op Instagram. Ja, hè? Oh, ik ben echt zo leuk geworden. Ja, nee. Ja, hij is heel mooi. Maar ik vind hem nogal, of gaat hij nog kosten? Voor jou, zeg maar. Nou, ik zag gisteren, of ik bedoel vandaag dat hij hier wat... Oh nee, ik heb het weer ingesmeerd, dus het is weer normaal, maar... Oh ja, je ziet hier wel dat hij inderdaad... Ik denk hier aan de binnenkant door mijn neus. Ja, maar die deed toch zeer, hè? Ja, maar dat geloof ik wel. Want ik zag hem al zo, en toen dacht ik, oeh, hij gaat heel lekker ver naar binnen. Maar dat vind ik eigenlijk wel vet, als ik mijn arm omhoog doe, dat je hem dan nog wel ziet. Ja, maar het mooie is, hij is echt precies op het midden van je arm. Dus als jij nu zo naar mij staat, gewoon recht, dan zie je aan de achterkant, bijvoorbeeld als je zo doet, ook de halve vlinder. Dus je weet nog steeds wat het is, weet je wel? Klopt. En aan de voorkant zie je het waarschijnlijk dan ook. Ja, je ziet hem ook. Ja. Ja, het is echt sick. Het is echt sick. Heel vet. Het is echt sick. Ja, ja, oh mijn god. Ja. Nou, dat ding weer aan. Oh, heerlijk, ja. Ja, het is echt heerlijk. Hoe vaak blijft hij? Ja. Ik ben zo moe vandaag wachten om die bank te creperen. Ik dacht, wanneer komt ze nou? Ja, ik weet het. Het duurde heel lang. Naad heeft mijn badjas gekierd. Oh ja, hij is zo fijn. Je gaat heerlijk. Echt zo'n huisvrouwtje daar. Ik ben echt moe gepraat. Het is 4.0. Ja, zit ze daar mijn afwas te doen? Ja, heerlijk. Heerlijk. Meid, je gaat heerlijk. Oh ja, die salade moet eigenlijk even in de koelkast. Oh, dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Ja. Is goed. Wat wil je nog meer doen? Ik mag nooit bij jou opruimen, toch? Weet je wel? Nee, klopt. Kijk, ik heb hier een bakkie. Ja. Oh, ik ben altijd zo lui dat ik gewoon de pan erin smijt in de koelkast. Ja, maar dat gaat niet passen. Heb je mijn koelkast gezien? Ja, nou echt wel. Zeker gaat het passen daar. En wat je dan doet, omdat hij zo niet zeg maar past, dan blijf heks met Nathalie. Kijk, dat doe je zo. Andersom. Kijk, dan is hij helemaal plat. En dan... Oh ja, nou, er zit eigenlijk ook helemaal niks in die koelkast. Dus het past prima. Tadaa. Ja, het past prima. Blijf heks. Blijf heks met Nathalie. Wij zijn ondertussen Tia Maria aan het drinken. Ja, niet. Ons toetje is dit. We hadden ze een toetje. Ik zeg, ik heb niks. Morgen worden mijn boodschappen geleverd, dus ik heb echt niks in het hele huis. Dus ik heb alleen Tia Maria. Oké, nou doe maar dan. Dus we zitten dit nog even te drinken. En we zitten even wat dingetjes te kijken. En dan gaan we zo lekker naar bed, of niet, schat? Elke keer als dat ding open gaat, dan schrik ik. Ja, ik dacht, jeetje. Snap je, maar hij is klaar, dus laat hem even ventileren. Ja, nou, laat hem lekker gaan. Laat hem lekker gaan. Oh, ze is heerlijk aan schoonmaken meteen, die meid. Ach. Ja, nee, heerlijk met dat badjasje. Wanneer trek je in? Ja, eigenlijk moeten we gewoon nu meteen mee beginnen, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, waarom ook niet? Waarom zou je alleen zijn, apart, als je samen ook gewoon kan doen? Snap je? Ja, weet je, het is gezellig. Het is gezellig. Is het feest? Het is feest. Het is feest. Nou, dit is zo ongeveer de vibe van vandaag. Jongens, dus ik ga ook de vlog afsluiten voor het geval dat we in één keer moekenvaas hier op de bank in slaap zijn gevallen. Yes. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!